De politie van Quetta heeft de ondernemer AK op oudejaarsavond op het bureau voorgeleid. Deze ondernemer is verantwoordelijk gesteld voor de schade die is ontstaan door de ontploffing van een vuurwerk aan de Ramlakanstraat. Omstreeks 10 uur kreeg de politie een melding dat bijkans 11 woningen en een voertuig in de omgeving zijn vernield door de ontploffing van een vuurwerk genaamd Chinese Cake. Ook een neefje van deze ondernemer heeft wat kruid in zijn ogen gehad en een snijwond aan zijn wang opgelopen. De 53-jarige MF is op woensdag 1 januari overvallen door twee criminelen aan de Calcuttastraat. Het slachtoffer kon de politie niet vertellen of de overvallers al dan niet gewapend waren. De buit betreft een schoudertas inhoudende 8500 SRD. Het slachtoffer heeft ook niet gezien in welke richting de daders zijn opgegaan en hoe zij de plaats hebben verlaten. De politie van Nieuwehaven kreeg op woensdag 1 januari 2020 omstreeks 4:15 een melding van een beroving aan de Slangenhoutstraat ter hoogte van een taxibedrijf. De 64-jarige man J.D. liep kort voor de beroving over de vermelde straat. Hij werd plotseling door twee criminelen overmeesterd en beroofd van zijn tas. De daders waren gezeten op een bromfiets. De buit betreft een tas inhoudende 2400 SRD en zijn ID-kaart. De rovers waren ongemaskerd en ongewapend. De politie van Geiersvliet kreeg op 1 januari 2020 een melding van een straatberoving aan de Jamaluddinstraat. Uit het onderzoek blijkt dat de aangifter omstreeks 4:50 over de vermelde straat liep. Zij had een grijsgelakte Toyota S langs de weg op de berm staan met draaiende motor. Er zaten twee personen in de wagen. Toen de vrouw het voertuig passeerde, voelde zij plotseling een slag aan haar achterhoofd. Gelijk daarna werd haar handtas weggerukt. Zij keerde zich om en zegt dat een van de twee criminelen gewapend was met een vuistvuurwapen. Het slachtoffer was met dat wapen bewerkt. De buit betreft een tas, inhoudende een mobiele telefoon, 1500 SRD, 100 US dollar en nog andere persoonlijke spullen. De politie van Suriname heeft een Fransman aangehouden ter zake overtreding van de vreemdelingenwet. Op 19 december vertrok de man vanuit Sanderij naar de Verenigde Staten van Amerika. Volgens een verklaring heeft hij zijn paspoort al daar kwijtgeraakt en werd hij opgepakt en het land uitgezet. Hij werd teruggestuurd naar Suriname. Ook in Suriname is de man illegaal en is hij ter zake overtreding van de vreemdelingenwet in vreemdelingenbewaring genomen. De advocaat Hugo Ezet zegt dat tegen het vonnis bij verstek in het 8 december strafproces op 29 november alleen verzet ingezet kan worden. Het verzet is reeds aangetekend en de zaak zal op 22 januari verder behandeld worden. Als de verdachte, in deze de persoon Daisy Bouterse, niet verschijnt, dan vervalt het verzet. Het gevolg is dat het verstek vonnis dan onherroepelijk wordt. Ezet geeft ook zijn visie op de situatie wanneer de verdachte wel verschijnt voor de krijgsraad. Als hij verschijnt en er komt een vonnis, dan kan de veroordeelde tegen dat nieuwe vonnis hoger beroep aantekenen. Bij dit verschijn van de verdachte spreekt men van vonnis in verzet. Ook het Openbaar Ministerie heeft in deze de mogelijkheid tot het aantekenen van hoger beroep. De consultaties die president Daisy Bouterse houdt met politieke partijen, het bedrijfsleven, de vakbeweging en andere maatschappelijke groeperingen typeert VHP-assembleelid, tevens ondervoorzitter van de partij Aziz Kumar Gayadin, als de grootste constitutionele joke. De politicus vraagt zich af wat de meerwaarde van het door het staatshoofd in te stellen platform zal zijn nu de Afobakadam is overgenomen. Als we kijken naar de overeenkomsten die met veel pijn en moeite tot stand zijn gebracht, dan zullen partijen zich moeten houden aan de overeenkomsten. De regering heeft tegelijkertijd al verregaande besluiten genomen om staatsolie in te zetten, prijs en andere afspraken te maken. Dus, alle handelingen hebben reeds al plaatsgevonden, zegt de volksvertegenwoordiger, die lid is geweest van de parlementaire commissie Kwestie Suralco aan Dagblad Suriname. Ondanks deze kanttekeningen stelt hij dat de VHP in het nationaal belang toch ingegaan is op de uitnodiging van de president.
In gesprek met Dagblad Suriname zegt Dilip Sarju, ondernemer en voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie met Alcoa, dat hij bijzonder blij is met de overname van de Avobakka-stuwdam door de staat Suriname. Sarju zegt dat de dam voor eeuwig daar is. Het is precies hoe je huis is. Het hangt er vanaf hoe je het onderhoudt. Het gaat van het ene naar het andere moment. Er zijn huizen die al voor 300 jaar staan. Als je iets goeds onderhoudt, blijft het voor eeuwig. Het punt is, totdat er een nieuwe technologie komt en de dam niet meer nodig is. Maar dat is er nog niet. Hydro-energie is nog steeds het beste voor het milieu en goedkoop, aldus Sarju. De Partij Luhur is op basis van antwoorden die zij in gesprek met president DC Bouterse heeft gehad op vragen betreffende de overname van de Avobakka-stuwdam content met het feit dat de dam nu in Surinaamse handen is. Het staatshoofd informeerde de politieke organisaties die in het parlement vertegenwoordigd zijn op donderdag 2 januari over het traject naar het moment van de overname van de stuwdam in het proces hierna. De PL werd bij deze informatiesessie vertegenwoordigd door Robert Soentiek, Hendrik Citrovijojo, Bronto Somaharjo, Marta Jojo Separto en Nasir Eskak. Soentiek zei dat de PL helemaal content is met de overname van de dam, vooral vanwege het argument dat Suriname de Suralco te veel betaalde voor geleverde energie. Hij zegt dat de overheid de Alcoa hiermee in principe subsidieerde. Volgens de PL-secretaris maakt ook het feit dat de vertegenwoordiging op al haar vragen antwoorden heeft gekregen haar content. Hoewel de partij staat achter de overname van de stuwdam, wil zij toch het fijne weten van het beheer hiervan. De 61-jarige passagier Annie Pinas is de eerste verkeersdode van 2020. Dit slachtoffer is op 1 januari 2020 in een ziekenhuis te Frans-Guyana overleden aan de verwondingen die zij opliep bij een aanrijding op de Oost-West-verbinding. Bij deze aanrijding zijn op 31 december twee personen omgekomen, te weten Michael Ajako en Muriel Ayau. Ze waren op slag dood. Pinas is gisteren bezweken in het ziekenhuis.